We hebben te maken met een recordgroei van schone energietechnologie, waaronder zonnepanelen en elektrische voertuigen. Vandaag de dag zijn zonnepanelen standaard bij een nieuwbouwwoning, maar er zijn ook meer duurzame installaties die je kunt plaatsen. Welke dat zijn, dat ontdekken we bij een speler in Turnhout. Ja, wat eigenlijk niet meer mag ontbreken in een nieuwbouwwoning vandaag de dag is enkel zonnepanelen op het dak die uw eigen elektriciteitsverbruik kunnen dekken. Daaraan kan gekoppeld worden een thuisbatterij, zodanig dat de zelfconsumptie alvast kan geoptimaliseerd worden. In een tweede stap kan je kijken naar een warmtepompsysteem om te verwarmen en te koelen. Wil je dan nog eens passief koelen, kunnen we kijken naar een geothermische warmtepomp met een diepteboring in de grond. Mensen die met een hybride wagen of een plug-in hybride of volledig elektrische wagen rijden, die hebben vandaag ook nog de mogelijkheid om daar een slim laadpunt aan te koppelen. En die dingen, als we die met elkaar kunnen laten praten, dan zijn we echt goed bezig. We gaan proberen om die zonne-energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken. We hebben ook de mogelijkheid tijdens de wintermaanden om die goedkope stroom van tijdens de nacht op andere momenten van de dag, om die te verplaatsen naar de dag met een thuisbatterij. En dat is denk ik waar er nog heel veel in moet gebeuren op de dag van vandaag. We zijn de firma Solar Pro en ons bedrijf is gespecialiseerd in de installatie van zonnepanelen, thuisbatterijen, warmtepompen, vloerverwarmingssystemen. Dit zowel voor de industriële markt als voor de residentiële markt. We gaan kijken wat zijn de wensen van de klant. Aan de hand daarvan gaan we een offerte uitwerken. Dan komt er een opdracht van de klant, worden de materialen besteld. Hier, onze plaatsers gaan die installatie doen. Dan gaan wij kijken of dat alles goed geïnstalleerd is. We controleren nog een keer en dan komt de facturatie en afhandeling van de laatste dingen. Stel dat er subsidies aanvragen zijn, gaan we ook de klant daarmee proberen zo goed mogelijk te helpen. Wij vinden bij de firma Solar Pro de service superbelangrijk. Daarom hebben wij ook een team van 5 mensen permanent op de service aanwezig, die iedereen kan bereiken. We hebben ook een ticketsysteem waar uw problemen in aangemeld wordt. We gaan samen zoeken naar een gepaste oplossing om zo spoedig mogelijk die problemen op te lossen. Dat is ook een van de redenen waarom wij met Solar Pro al 15 jaar lang kiezen voor dezelfde merken en producten. Daar kunnen wij heel goed op terugvallen als er problemen zijn. En dat zorgt ervoor dat wij een goed, stabiel systeem krijgen. Naast de firma Solar Pro heb ik nog 2 ondernemingen. Enerzijds de firma Charge Pro. Bij Charge Pro zijn wij gespecialiseerd in de plaatsing van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen met VM-boringen. Voorheen waren de warmtepompen enkel gemaakt om op een laag temperatuur afgiftesysteem gekoppeld te worden. Vandaag de dag, de nieuwe warmtepompen, die gaan naar 70, 75 graden. En dat betekent ook dat mensen met een renovatie, met een paar radiatoren hier of daar, dat we die ook nog op een goede manier kunnen helpen.